Ja, wie zijn wij? Ja, wij zijn Hesselhof. En Hesselhof is een groep mensen die samen muziek maken. En dat noemen ze ook wel een band. Vijf jongens eigenlijk uit alle uithoeken van Nederland met als homebase Den Haag. En we hebben Stefan, dat is een zanger. Stefano Oosthof. En hij bespeelt af en toe ook nog de melodica. Dan hebben we op gitaar Martin Meij. Hij speelt ook gitaar, maar bedient ook nog wat toetsen en zo af en toe een computer. Daarnaast hebben we een prachtige tweeling in onze band. Ronnie van Nieuwenhoven en Gerard van Nieuwenhoven. Die spelen de bas en de gitaar. En dan Gerard op bas en Ronnie op gitaar. En we hebben een drummer, die heet Lex. En die kan fantastisch drummen. Hesselhof is gewoon een hele toffe ethisch electro-rock band. Ik zocht een band, dus ging op internet kijken en toen vond ik een advertentie van Stefano. En Stefano die zocht ook een band en was bezig met zoeken dus naar alles en iedereen, dus ook een drummer. En toen hebben we kennis gemaakt. Later kwam Martin erbij, maar Martin en Stefan kenden elkaar al en de broertjes hebben we ook via internet gevonden. Ronnie en ik speelden eerst in een andere band, Tom Revolver. Dat hield op te bestaan en toen via muzikantenzijde een advertentie geplaatst met wat invloeden die niet iedereen kent. En zoals The Ark. Ja, zoals The Ark inderdaad. En daar werd op gereageerd door Stefan, Lex en Martin. Ja, omdat we ethisch invloeden hebben en wel echt opgegroeid zijn met Knight Rider en dat soort dingen. Battlestar Galactica, de ethisch, dacht ik, nou ja, dan maar weer Hesselhof introduceren. Het heeft te maken met de muziek die wij maken. Het is ook een knipoog naar de jaren 80, maar wel naar het nu. Dus dus de klinken zijn weg. De knipoog is er nog wel, maar het is wel serieus. We wilden toch die vergelijking met, hoe heet die gast ook alweer, Michael Knight? De man achter Knight Rider, of de man achter Knight Rider, de man die Knight Rider is. En van Baywatch natuurlijk. En ja, het is een beetje een knipoog. En ik moet zeggen, het is ook een beetje marketingtechnisch, want ja, de naam Hesselhof vergeet je ook niet snel. Dus... De reden waarom wij eigenlijk Hesselhof zijn begonnen, is dat wij met z'n vijven muziek willen maken, maar wilden met z'n vijven ook avonturen beleven. Ja, we zijn naar Berlijn gegaan en wat hebben we daar gedaan? Ik denk dat we daar een heel mooi optreden hebben neergezet. We zijn dus daar geweest. We hebben één avond daar gespeeld in de Zapata Bar. Met Raccoon voor ons en Lilyhack naast ons en het was gewoon één groot feest. Ja, het is ontzettend moeilijk om als buitenlandse band in het buitenland een kans te krijgen. Dus dat dan lukt is geweldig. Ik denk dat de Duitsers misschien wel Anouk kennen en Kane, want die hebben daar ook regelmatig opgetreden. Maar ja, het is ook goed dat ze onbekendere bands zien, zoals Hesselhof. En de Duitse recensie was super positief en er is zeker vraag naar meer. Tot voor kort wist ik nog niet wat Pop Over Zee was, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben er op een heel aangename manier mee in aanraking gekomen. Dat is een fonds dat in het leven is geroepen door de gemeente Den Haag in samenwerking met het Haagse Popcentrum. Waarbij bands de mogelijkheid geboden wordt om naar het buitenland te gaan. Met behulp van een subsidie. En het is natuurlijk als je als band in het buitenland gaat spelen, wat we ook hebben ervaren, heb je gewoon veel meer onkosten. Je hebt verblijfskosten, je hebt reiskosten als het ware, dus vervoerskosten. We hebben natuurlijk een gage die we ontvangen vanuit het optreden, maar die was gewoon niet dekkend om key te spelen. En Pop Over Zee heeft het voor ons mogelijk gemaakt om wel key te spelen. En op die manier heeft hij voor ons drempel een stuk verlaagd om deze shows te kunnen doen. Het Fonds Pop Over Zee is in leven geroepen om voornamelijk Haagse bands te steunen bij hun trip naar het buitenland, zodat zij de onkosten wat beter kunnen behappen. Een nieuw initiatief wat dit jaar is gestart. Er is een potje geld opzij gezet en wij als Hesselhof zijn waren de eerste band die van dit potje gebruik hebben gemaakt. We gingen letterlijk het schip in, ja. Het was op een stormachtige herfstavond en de zon verdween net achter de donkere wolken de zee in. Maar het was net droog. Ja, we werden uitgezwaaid door de moeder van alle bands, zo kun je het wel zeggen, in Den Haag. De wethouder. Jetta Kleinsma, zij stond ons uit te zwaaien toen wij uitvoeren uit Scheveningen. En het was dermate emotioneel dat wij, dat overviel ons ook een beetje. En wij merkten dat Jette wat moedergevoelens voor ons begon te koesteren. En dat wij eigenlijk ook wel als band een moeder konden gebruiken. We waren Hesselhoffers.
Ik belde nu ook eigenlijk dagelijks op, ja, te vertellen hoe het met me gaat en of ik wel genoeg vitamines binnenkreeg. Dus ja, een tweede moeder erbij. Ja. Tot kerst! Doei! Tot kerst! We bellen! Ja, winkelig 6. Nou, de schipper, die voor mij vertrouwde die het wel. Maar de zanger die werd meteen al zeeziek. En bovendien, we kwamen er ook achter dat Berlijn niet aan zee ligt. En dan hadden we dus toch een probleem. Dus toen hebben we maar besloten om het over de weg te doen. De rit naar Berlijn was flink lang. Ik ben toch op de heenweg waren we 9 uur onderweg en de terugweg zat nogal tegen. Dat was volgens mij iets van 10-11 uur. Misschien overdrijf ik wat. Dat is een lange zit. Daar is wel belangrijk dat je als band goed met elkaar om kan gaan en dat je gewoon een goede klik hebt. En wat doe je dan? Ja, je gaat wel lezen. Ik had een portable DVD-speler bij me, dus ik heb heel veel films kunnen zien. Puberale humor doet het meestal wel goed. Currywurst eten onderweg. Ja, currywurst. En ja, dat is een heel belangrijk onderdeel. En ja, wat nog meer? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Slapen vooral. Slapen, ja. Foto's van elkaar maken. Spelletjes mee, boekjes mee. En heel veel muziek draaien, eigenlijk. Nou, ik had het voorrecht om achter het stuur te zitten. Dus persoonlijk viel er een hoop te doen tijdens de reis. Namelijk rijden. Ja, dat is ook het verschil met spelen in het buitenland. Als je hier naar Groningen gaat, ben je 2 uur onderweg of 3 uur en dan loop je al te zeuren. Maar naar Berlijn is het toch een flink langere rit. Oh, pak, is er een plek op? Ja, plek op. Alles kan normaal doen. We hadden zelf een camera mee om te filmen. En die hebben wij in de handen gegeven van onze meereizende Rody. Bas was onze steun en toeverlaat. Hij zorgde ervoor dat bij het in- en uitschouwen van de apparatuur dat alles goed meeging. Hij heeft daarnaast ook nog gefilmd natuurlijk. Alles wat op camera is gezet is toch wel heel erg in scène gezet. En in principe heb je als band met zo'n serieuze trip, zeker als je zo'n subsidieverhaal achter je hebt zitten, zo'n sponsoring, dan ben je er heel serieus mee bezig en dan is de lol alleen maar ingestudeerd. Dus alles wat je op beeld ziet is gewoon niet echt. Ja, wat we hebben gedaan is zoveel mogelijk gefilmd dat we tegenkwamen, ook als we door Berlijn liepen. Gewoon laten zien wat je als band zo'n beetje overkomt als je op stap gaat. En natuurlijk de vele flauwe grappen van Stefan opgenomen, want Stefan is de grootste grappenmaker, dus ja. Wij hadden, voordat we weggingen, hadden we van onze cameraman Tijmen, die had een script opgemaakt, die wij dus mee hebben gekregen en daar hebben we individueel hebben daar, ze toch wel denk ik een week mee bezig geweest om dat goed allemaal in ons hoofd te krijgen. En er is volgens mij iets van 13 uur gefilmd, maar dat is niet omdat die trip zo lang heeft geduurd, maar het heeft voornamelijk mee te maken onze tekst niet goed kende. Ja, dat heeft geresulteerd in een reportage niveautje jakhalzen, denk ik een beetje. Maar dan van veel amateuristische kwaliteit. Er zat totaal geen script achter en eigenlijk hebben we gewoon lukraak weggeschoten. Het heeft me eigenlijk toen geïnspireerd om daar gewoon ook mijn beroep van te maken. Gewoon een soort Kenneth Camera figuur, zoiets.